wij ontwikkelen nieuwe manieren van het verhalen vertellen van, online voor bestaande mediaorganisaties. Wat we heel erg zien is dat er op internet door mediaorganisaties eigenlijk nog steeds op een vrij verouderde manier gewerkt wordt. Veel lange lappen tekst, terwijl eigenlijk we nu de technische mogelijkheden hebben om dat op een hele andere manier te doen. En dan denk ik met name aan verhalen waar bijvoorbeeld audio, video, tekst, infographics, animaties allemaal bij elkaar komt. En we hebben niet alleen de technische mogelijkheden ervoor, maar ja, mensen willen dat ook graag. Het publiek is daar ook langzaamaan aan het wennen. Heel veel mediaorganisaties hebben al ontzettend veel, hebben enorme dossiers liggen en hebben natuurlijk ook heel veel kennis in huis met hun journalisten en hun redactie. En een eerste stap is dan vaak van nou, laten we eens kijken of we wat we al hebben op een nieuwe manier kunnen vertellen. En naarmate je dat een keer gedaan hebt, kan je ook gaan kijken van nou, we gaan een verhaal wat we nog niet hebben op een hele andere manier benaderen. En daarover zijn we nu in gesprek met een aantal mediabedrijven. Je werkt niet meer van oké, om 12 uur is de deadline en dan is het verhaal af. Maar ja, het verhaal blijft zich ontwikkelen. Je krijgt veel meer reacties ook van mensen die je verhaal lezen. En dat is soms nog wel even wennen. En tegelijkertijd zie je ook dat als je ook maar een klein dingetje fout hebt of als je verhaal net niet spannend genoeg is, dan zie je gelijk dat mensen eigenlijk ergens anders naartoe gaan. Of je hoort het gelijk van hey, hier zit je ernaast. En ja, dat is toch wel even wennen voor mensen. Wij denken met journalistieke organisaties mee over hoe ze dat zouden kunnen doen. We maken zelf dat soort verhalen en we maken ook de digitale tools, dus de technische middelen om dat soort projecten te maken. Ik denk dat het belangrijkste is dat je de tools in handen krijgt waardoor je dit makkelijker kunt maken. Dat is een vrij technisch verhaal aan de ene kant. Welke technieken gebruik je ervoor? Een van onze drieën waarmee we het bedrijf hebben is Web Engineer. Dus die kent al die technieken. En we zijn dus bezig om ervoor te zorgen dat je dat min of meer als pakket aangereikt krijgt, waardoor je daar zelf mee aan de slag kunt. Nou, dan wordt het al een stuk aantrekkelijker om te doen dan als je elk knopje, elke functie zelf moet ontwerpen, moet coderen. Dus daar zijn we mee bezig. Anderzijds is het ook heel duur, omdat het een soort omslag vraagt van je moet op een hele andere manier gaan denken. En dat is natuurlijk gewoon een kwestie van naarmate je het vaker doet, word je daar veel beter in en sneller en ook efficiënter. Dus ik denk dat het de tijd voorbij is dat dit soort producties echt klauwen met geld kosten. Want ja, de techniek is er en de expertise die kan er binnen afzienbare tijd ook komen. Je ziet dat je in de eerste jaren van je opleiding journalistiek ben je eigenlijk nog voor de krant aan het schrijven. Alsof je 40 jaar voor de krant gaat schrijven. Maar je ziet wel dat ze nu in het afgelopen jaar ongeveer zich realiseren dat de moderne journalist niet meer van maandag tot en met vrijdag op een redactie zijn stukjes zit te tikken. En dat je dus ook andere vaardigheden nodig hebt, waaronder technische vaardigheden. Je komt er gewoon niet meer mee weg als journalist als je zegt van ja, ik weet niet hoe ik iets online moet zetten. Waarom dalen de oplagecijfers? Omdat mensen blijkbaar ergens anders hun nieuws vandaan halen. Omdat ze een ander soort nieuws willen. Omdat ze nieuws willen wat echt precies bij hun interesse aansluit. En als je die vragen wil beantwoorden, van waarom raken we die lezer kwijt, dan kom je automatisch uit bij hoe kunnen we hem weer terugvinden. En ja, dat zul je toch op een nieuwe manier moeten proberen. En dan is dit dus niet zozeer een luxe, maar een manier om die lezer die je dus kwijtraakt met iets wat je al tientallen jaren doet, terug te vinden. En in die zin sluit ook zo'n productie heel erg aan bij een aantal trends die je online ziet.